Vroeg of laat gaan de bewoners van het hiernamaals voelen dat ze alleen vooruitkomen in hun geestelijke leven wanneer ze daadwerkelijk anderen gaan helpen. Op aarde spreekt men dan van beschermengelen of geestelijke gidsen. Elk mens op aarde wordt geholpen door zo'n geestelijke gids. Ze waken over hun aardse geliefden. Doordat ze niet meer gebonden zijn aan de aardse tijd, voorvoelen ze wanneer er iets mis kan gaan. Als hun geliefden te bereiken zijn, kunnen ze dat gevoel doorgeven. Door iets concreets voor anderen te doen, groeien de geesten in liefde en bewustzijn. Ze kunnen ook in het hiernamaals als gids actief zijn, bijvoorbeeld in de duistere sferen.